Goedenavond, dames en heren. U ziet het waarschijnlijk al. Het is carnaval vandaag. En of ze dat in Schiedam net zo goed kunnen vieren als in Limburg, gaan we de komende reportage bekijken. Aan jullie de vloer. En onze prins Adrianus met de spooksnuivers. Ga gezellig alvast de polonaise inzetten. U bent de kerstverse prins vanaf... Vanaf de 11e van de 11e afgelopen jaar. Wat houdt het in, prins zijn? Prins zijn is eigenlijk de vertegenwoordiging natuurlijk van de hele vereniging. En dat dragen we uit naar buiten. En u gaat voorop in de optocht? Het is de bedoeling dat ik de vereniging voorstaat. En ook in de optochten probeer ik dat natuurlijk tot uitdrukking te brengen. De mascotte van de vereniging. Zo kunt u het ongeveer noemen, alleen een levende mascotte in dit geval. Ja, precies. Er is ook een prinses bij. En wat is uw functie hierin? De prins aan zijn zijde te staan. En dat lukt nog aardig? Ja, zeker wel. En u heeft ook al flink feest gevierd? Uiteraard. Dat hoort erbij, hè, met carnaval. Nou, wordt het vaak gezegd, alleen in Limburg en Brabant kunnen ze carnaval vieren? Nee, dat is niet waar. Ik heb het nu echt meegemaakt. Het tegendeel is nu bewezen. Ik ben altijd adjudant geweest. Een tijdje lang prins, maar sinds een jaar of twee ben ik nu ook voorzitter. Dus ik heb nu een dubbelfunctie. En voorzitter en adjudant. Dat wil zeggen de spreekstalmeester van de avond. Het regelen van het programma. U heeft het hele programma allemaal opgezet. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Vanavond hebben wij een prinsenbal, zoals wij dat noemen. Onze eigen prins Adrianus viert vanavond zijn eigen feestje. In plaats van in Amsterdam dat er een prinsenfeestje is, hebben wij hier ons eigen prinsenfeestje. We hebben een aantal gastverenigingen. Om 10 over 11 komt het zwarte schaap van Schiedam. Dat is een groep of een persoon die het afgelopen jaar wat meegezeten heeft. Een jaarlijkse verkiezing. Om 10 voor 11 krijgt de stadsprins, de prins allereerst, de stadssleutel van onze burgemeester. Die wordt ontmanteld, is geen burgemeester meer. En daarna, daarvoor nog, hebben we nog een zwart schaap. En dat zijn een groep mensen of dat is een persoon die het afgelopen jaar tegengezeten heeft. Dus er zijn eigenlijk 3 hoogtepunten vanavond. Zwart schaap, sleutel overhandigen en het witte schaap. Een drukke avond dus. Is dit het hoogtepunt waar u het hele jaar naar uitkijkt? Nou, het hoogtepunt begint al op 11 november, maar de komende week is eigenlijk ons hoogtepunt. Dan zijn we 11 november wordt de prins gekozen? 11 november wordt de prins gekozen, dan gaat de oude prins af, komt er een nieuwe prins. Dit jaar hebben we een nieuwe prins gekregen. 11 november begint het carnaval tot volgende week dinsdagavond. Want woensdag is het aswoensdag en de komende week zitten we elke avond in een ander verpleeg- of bejaardentehuis. Om de mensen daar het plezier te brengen wat ze niet kunnen halen en het carnaval bij die mensen te brengen. Beschermheer van de walvis, drager van de orde van de brandersknecht, heerser over ruïnehuis de rivieren, geheimkamerlid van het geheim van Holland en houder van het groot rietzeilers vaarbewijs, benoemd hierbij de bewoners van de Branderspoort
tot Zwart Schaap 2002 in de orde van de Schiedamse Brandersknecht. Al dus besloten op de zitting van de Senaat en de Raad van 11 Brandersstad 2 februari het jaar 2002. Is zojuist nog even betekend door onze prins Adrianus de eerste, de enig echte onvervalste carnavalsprins van Brandersstad. Ah. En om het inburgeren wat soepeler te laten verlopen, voor de eer. De eer van het witte schaap hebben wij nog een aantal dansmariekers voor u die een klein dansje gaan doen. Nou, dat is ook heel bijzonder, want de gevangenen die hebben allemaal een hele mooie cel in dit land. Als ze crimineel zijn geweest, bergen ze 10, 20 jaar op. Ouden van dagen die een beetje dement zijn, die moeten in zaaltjes van 5, 6, 7 kamers bij elkaar gaan liggen. Wij zijn in Nederland als eerste verzorgingshuis in geslaagd nu een verpleeghuis te zijn waar demente ouderen, dus prins, als u straks de weg niet meer weet in Schiedam, krijgt u een eenpersoonskamer helemaal voor u alleen. Allah! Dank u wel, dames. Aan onze prins willen vragen om samen met onze gasten op muziek van de Stroomzone deel te nemen in het feestgedruis zodat u van het podium af kan halen. Wie zijn er ook weer het carnaval die leeft in Schiedam? In Brandenschat.
Dat is toch wel een misvatting. Dat zien we vanavond. Want het is weer een heel stuk drukker dan vorig jaar. En dat moeten we vooral inhouden. Ik zou u allemaal willen oproepen. Blijf carnaval vieren in Schiedam. Onze stad is het waard. Onze carnavalsvereniging is het waard. Het is een feest dat de moeite waard is om te vieren. En wat ik zelf altijd erg aardig vind, is dat ik dan de stadsleutel een tijdje aan u mag overdragen. Hoogheid. Naast mij bij mij aangeschoven burgemeester Seers en u heeft de stadsleutel uit handen moeten geven. Ja, dat is een oud gebruik met carnaval. Dan geeft de burgemeester voor de tijd dat het carnavalsfeest duurt de stadsleutel over aan Prins Carnaval. En die heeft dan ook daarmee het bestuur van de stad op zich genomen. En dat bestuur is in goede handen? Dat is vast in goede handen. In elk geval, ik ben van plan om me er even niet mee te bemoeien. En ik ga ook een beetje carnaval vieren. U kunt nu carnaval vieren. U heeft 2 weken spreekwoordelijk vrij, dat wel. Ja, nee, inderdaad. Het was vroeger van zaterdag tot de woensdag erop. Dat waren dus een weekend en nog 2 dagen. Daar ging ik meestal zelf ook even carnaval vieren in het zuiden. Maar tegenwoordig doen ze dat een week eerder. Dus het duurt nu 10 dagen voordat ik de sleutel weer terugkrijg. Dat is een beetje lang om vakantie te nemen. Dus ik ga maandag gewoon naar mijn werk. En ik denk niet dat Prins Carnaval me voor de voeten zal lopen. Goed, u heeft het kunnen zien, dames en heren. Het zit hierop. Wij gaan nog wel even door met feesten. Voor zover Loek TV Schiedam. Bedankt voor het kijken en... Ah!